Arlette. Ja, dankjewel Selma en Dellien. En goedenavond, welkom bij de wekelijkse lottertrekking. Het is vandaag zaterdag 24 januari en de jackpot staat op maar liefst 15,1 miljoen euro. Hou je deelnamebewijzen bij de hand. Veel succes en laat de ballen maar vallen. De notaris heeft ook deze zaterdag weer de 6 winnende ballen en jackpot weer getrokken. Laten we snel gaan kijken. De eerste bal die getrokken is nummer 14. De volgende bal is nummer 22. Ja, indien je lotto speelt, kun je ook meespelen met het cijferspel. Ook hiervoor is iedere week een trekking waarin je kans maakt op 200.000 euro. Dan gaan we naar de vijfde bal en dat is nummer 39. Heb je alle zesde ballen goed, dan win je 1 miljoen euro. De laatste bal is nummer 25. En als je ook de kleur goed hebt, dan win je de jackpot van 15,1 miljoen euro. De kleur van deze week is geel. Ik zet alle ballen nogmaals op een rijtje. 3, 14, 21, 22, 25, 39. En de kleur is geel. Heb je twee of meer ballen goed, dan mag ik je van harte feliciteren met jouw prijs. Helaas had niemand de zes getallen en de jackpotkleur goed voorspeld. De jackpot is dus niet gevallen. Volgende week hebben we weer een trekking en de jackpot staat dan op 15,5 miljoen euro. Wil je getallen nogmaals controleren? Ga dan naar onze website sbs6.nl/lottotrekking en controleer hier je lot. Hier vind je ook de uitslag van het cijferspel. Dat was het weer voor deze week. Volgende week is het Super Zaterdag. Dat betekent twee trekkingen. Dus ook twee keer kans op de jackpot. Deze staat dan op 15,5 miljoen euro. Nog een hele fijne avond.